huis is het dit. Het is niet mijn huis, het is huis van mijn schoonouders. Maar ik wil het wel hebben over het omgaan met uitstelgedrag. Nee, ik ben zelf niet van het uitstellen. Maar ik kan jullie wel wat tips geven hoe jullie kunnen omgaan met uitstelgedrag. Allereerst, wanneer je gewend bent met uitstellen, dan wordt op een gegeven moment een gewoonte. Dan denk je van, hey, ik zie het niet als prioriteit, dan ga je ook bepaalde dingen niet meer doen. Omdat je het niet als prioriteit ziet. Maar ik kan je nu wel vertellen dat het wel handig is om het gelijk te doen. Mijn ervaring is zo van, wanneer je het uitstelt, wordt het alleen maar moeilijker. En ja, dan maak je het jezelf niet makkelijk. Dan denk je van, ja, weet je wat, het zal wel, het komt later wel. Maar op een gegeven moment komt het gewoon niet. En zelfs als van, ja, het komt wel, weet je, ik betaal mijn rekening later, kan ook niet. Die betekent ook niet betaald. Zo. En dan ben je in de realiteit, weet ik dat gewoon zo. Uitstellen, nee, dat gaan we niet. We doen het gelijk. En op een gegeven moment, wanneer je gelijk doet en je bent snel om het gelijk te doen, zoals nu het uploaden van filmpjes, dan ga je niet meer uitstellen, ga je gewoon doen. Ik denk het belangrijkste is ook van, doe het gelijk. Ja, je kan met heel veel theorieën komen, maar hou het even informeel. Oké. Zodra jij blijft doen en vooral niet uitstelt en niet wacht om pas morgen te doen. Kijk, soms hebben we dagen waar we natuurlijk ook denken van, oh, ik heb minder zin. Ik heb minder zin om te sporten. Ik heb minder zin om huiswerk te doen. Ik heb zin om te leren met de dames. Maar het moet gewoon gebeuren. Soms heb ik ook geen zin om 15 keer push-ups te doen of zo. Ik doe het gewoon. Dat doe je voor jezelf. Doe het gewoon. Ga gewoon bewegen, squat en zo. Moet gewoon gebeuren. Ja, zoveel met mijn werk ook. Ja. Als je geen zin moet werken, nee, dat gaat niet. Want ik moet gewoon gedaan worden. Je kunt niet tegen je baas zeggen, joh, ik wil niet werken. Maar je krijgt dat. Je moet gewoon je werk doen. Ook voor jezelf. Investeer in jezelf. Je gaat niet uitstellen om jezelf niet te investeren in jezelf. Je gaat toch niet uitstellen. Ja. Ik denk op een gegeven moment, als je dingen als prioriteit ziet, dingen als wat gedaan moet worden, ja, de hoofdzaken. En daarna nog de bijzaken zou ook, zodra je echt snel bent, hou je tijd over ook andere dingen te doen. Dus vrije tijd, genieten, krijg je ook energie van, kun je ook andere dingen weer doen. Genieten van, doe dingen gelijk, stel niet uit. En weet je, dat is het, dat is het, dat is het. Ja, ik zie jullie ook. Okay.